Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat er geen stalweide zal worden uitgebreid voor de bezending koeien die wordt geïmporteerd. Een stalweide is een gebied dat gebruikt wordt voor gemeenschappelijke begrazing. Seudin beantwoordde woensdag enkele vragen van reporters over de ontwikkelingen binnen zijn beleidsgebied en zei dat de stalweide voor andere zaken gebruikt kan worden. Kijk, stalweide zoals het bedoeld was in het verleden voldoet niet meer aan de eisen. Toen, vroeger dan, als men hun 2 hectare perceel ging bewerken en met rijst beplanten. En die paar koeien die ze dan hadden, konden ze daar kwijt, tijdelijk. Maar nu zijn sommige bedrijven dusdanig uitgegroeid naar een paar 100 koeien. En we zijn bezig nu met te kijken naar mogelijkheden om die elders te faciliteren. Want ik wil hun niet beperken in hun bedrijvigheid. Dus en nu worden die gronden ook in kaart gebracht. Want die wil ik ze daar weg hebben. En misschien dat stalweide nu voor iets anders gebruikt kan worden. Woningbouw. Kan ook. Ik noem maar wat. Of tuinbouw. De minister stelt dat het in eerste instantie de bedoeling is om melkkoeien binnen te halen. De boeren die melk leveren aan de melkcentrale hebben daarbij voorkeur. Er is een register met ruim 140 boeren, maar eerst de boeren uit de voorkeurgroep worden geaccommodeerd. Seudin gaf te kennen dat er voor Hilly's Farm een groot stuk grond beschikbaar is gesteld om zijn productie uit te kunnen breiden.